Het Vlaams Verkeerscentrum schiet het plan af van de VAB om de Liefkeshoektunnel tijdelijk tolvrij te maken. De automobilistenvereniging lanceerde het voorstel om een half jaar uit te testen wat de impact is van een tolvrije tunnel op de files in en rond Antwerpen. Maar volgens Hajo Beekman van het Vlaams Verkeerscentrum zou het hele masterplan op losse schroeven komen te staan als het proefproject positief uitdraait. Niemand zou dan nog voor een tunnel of een brug kiezen waar tol moet betaald worden. De Liefkeshoektunnel tolvrij maken om de verkeersstroom van Antwerpen weg te trekken. Het is een oplossing die al eerder op tafel lag. De tunnel haalt volgens VAB op dit moment niet eens de helft van zijn capaciteit. En dat terwijl de autosnelwegen tijdens de ochtend- en de avondspits in en rond Antwerpen vaak volledig vastzitten. De automobilistenorganisatie berekende de hoge kosten van al die files op de E17, de E19 en de E313. En wil nu een half jaar uittesten wat de impact is van een tolvrije Liefkeshoektunnel op de verkeersdrukte. Er is nergens nog, laten we zeggen, vrije ruimte rond Antwerpen. De Liefkeshoektunnel is de eerste plaats een tunnel waar nog restcapaciteit is, die nog niet voor de helft benut wordt. Dus als we de verkeersstromen die nu normaal over de E17 en de Kennedy-tunnel gaan, als we die kunnen omleggen via de N49, E34 en via de Liefkeshoektunnel, dan komt er heel wat ruimte weer vrij op de E17. Ruimte die nodig is, omdat er de volgende jaar een enorme verkeersaangroei is. Het kabinet van minister Krevits verwijst voor een reactie meteen door naar het Vlaams Verkeerscentrum. En daar zeggen ze nee tegen het proefproject. Waarom het proefproject proberen als we weten, uit doorrekeningen die het verkeerscentrum trouwens zelf heeft uitgevoerd, dat dus de file last op het hoofdwegennet rond Antwerpen globaal niet gaat dalen? Misschien omdat de last op de wegen in de stad dan vermindert? Dat is een tijdelijke oplossing die mogelijk is inderdaad, maar de argumentatie van het verkeerscentrum is niet enkel verkeerskundig. Er is ook een gans financieel plaatje aan dit verhaal. Want het proefproject kost ook geld. Zo'n 25 miljoen zou dat zijn, plus de niet geïnde tolgelden. Maar dan is er nog een reden, en wel deze. Stel het proefproject slaagt, de tunnel wordt permanent gratis, dan kom je straks als de derde tunnel er komt te liggen, hè, dus ter hoogte van ongeveer tussen de stad en de haven, dus het Oosterweeltracé, dan zit je met dus een Oosterweeltracé betalend voor vrachtwagens, een Kennedy-tunnel gratis voor personenwagens, maar ook nog eens met een Liefkeshoek-toltunnel die geen tol meer te betalen heeft, gratis ook voor vrachtwagens. Met andere woorden, je gaat dus heel veel vracht wegtrekken uit die nieuwe oeververbinding, allemaal naar de Liefkeshoektunnel die nu gratis is. En dat betekent dat dus de tolinkomsten voor de nieuwe oeververbinding gaan een groot stuk wegvallen. En daarmee brengen we de financiering van het ganse Antwerpse Masterplan 2020 serieus in gevaar. En daarom willen ze dus liever niet uittesten of een Liefkeshoektunnel zonder tol een succes kan worden.